Hallo allemaal, ben ik in beeld? Ik hoop eigenlijk van niet, want ik bevind me in een zeer problematische situatie. En dat heeft alles te maken met een brief die ik heb gekregen. Van de leerplichtambtenaar. Als ik nu niet naar school ga, moet ik een boete betalen. Hoeveel, dat weet ik niet, want rekenen is niet echt mijn ding. Maar genoeg om dringend het land uit te vluchten. Is er misschien een land waar er nog meer vluchtelingen zijn? Nou, beste nieuwsgier, de GZB kent wel een land waar veel vluchtelingen zijn. We reizen daarvoor naar het Midden-Oosten, naar Libanon. Heb je daar wel eens van gehoord? Libanon ligt precies boven Israël. In de Bijbel gaat het geregeld over de mooie natuur en prachtige cederbomen die er groeien. Die zie je zelfs weer terug in de vlag van Libanon. Hoewel de natuur prachtig is in Libanon, is het leven er niet altijd gemakkelijk. Het lijkt wel of het ene probleem nog niet voorbij is, of het volgende probleem begint alweer. Libanon had al te maken met een oneerlijke overheid en een economische crisis, waardoor niet alle mensen genoeg geld hadden. Tijdens de coronacrisis konden veel mensen niet meer werken en werd de armoede nog groter. En tot overmaat van ramp was er in die tijd ook nog een heftige explosie in de hoofdstad Beirut, wat heel veel gebouwen heeft verwoest. Door de oorlog in Syrië zijn er erg veel Syrische vluchtelingen in het land gekomen. Van alle mensen in Libanon is maar liefst 1 op de 4 vluchteling. Dat was niet bepaald een zachte landing. Volgens mij heb ik mijn poot verstuit. En misschien wel een snavelbreuk. Wat een puinhoop. Zou er iemand zijn die me hier kan helpen? Oh, wacht even. Ik zie dat ik contact heb met een paar kinderen. Hallo! Hallo beste nieuwsgier, wij zijn Anna, Nathan en Timon. Wij komen uit Nederland, maar we wonen in Libanon. Kunnen we je helpen? Nou, jullie hulp is meer dan welkom. Toevallig ben ik net op zoek naar iemand die me een beetje kan oplappen. Onze moeder Esther, die werkt in een ziekenhuis, die kan je poot en snavel wel beter maken. Ja, een ziekenhuis is wel leuk, maar eigenlijk heb ik niet zoveel geld bij me. Geen probleem. Onze moeder helpt juist mensen die heel weinig geld hebben. Wacht even. Dus ze werkt in een ziekenhuis als dokter, maar ze helpt mensen met weinig geld. Dan wordt ze toch nooit rijk? Waarom doet ze dat dan? Nou, we zijn hier omdat we geloven dat de Heere God zoveel liefde had voor de mensen en dat hij mensen hielp. En wij willen daarom dat ook doen. Ja, daarom willen wij net zoals hem, willen wij ook de mensen dienen en op die manier het evangelie met hen delen. Ja. Zendingswerk in Libanon. Veel mensen in Libanon begrijpen niet waarom iemand uit Nederland hen wil helpen. Maar je hoort het. Esther en Kees, de ouders van Hanna, Nathan en Timon, doen dit om zo de liefde van de Heere God uit te delen. Hanna, Nathan en Timon hebben best een ander leven dan wij hier in Nederland. Dat was vast even wennen, of niet? In het begin was het wel best lastig, want we kennen de taal nog niet en het land ook nog niet. En het is ook soms moeilijk, omdat er bijna geen mensen hier zijn die Nederlands praten. Wow. En we kenden hier nog bijna niemand. Maar nu hebben we een paar vrienden en vriendinnen en hebben we het goed op school. En we zijn hier nu eigenlijk wel gewend. Dit voelt nu eigenlijk meer als een thuis dan in Nederland. Gelukkig helpt de taal om je thuis te voelen en om vrienden te maken. Hoe gaaf is dat? Samen spelen, delen, samen eten. Is het eten trouwens lekker? Hier heb je een vlees en dat is heel lekker en dat vlees heet tabouk. Oh, dit klinkt wel heel aantrekkelijk. Dus als ik de taal leer, dan kan ik misschien ook wel vrienden maken hier.
lekker spelen. Alleen waar leer ik de taal? Wij kunnen wel een beetje Arabisch, maar Helene kan het veel beter. Veel plezier, nieuwsgier. Ja, nieuwsgier, als je meer wil weten over de taal, kun je inderdaad terecht bij Helene. Zij werkt bij de peuteropvang Grow met vluchtelingkinderen uit Syrië. En juist voor hen is het zo belangrijk om een veilige plek te hebben. Hier traint Helene de begeleidsters, zodat zij de kinderen kunnen helpen in hun taalontwikkeling. Zo hebben de kinderen kans op een betere toekomst en kunnen ze ook meer van het evangelie begrijpen. Er gebeuren hoopvolle dingen in Libanon. Hoewel de meeste mensen moslim zijn, zijn er ook kerken. En in Libanon mag je gewoon vrij over God vertellen. Steeds meer mensen ontdekken wie God is. En doordat ze de Heer Jezus leren kennen, komt er licht in hun leven. Ook al lijkt de situatie soms hopeloos, jonge christenen vertellen hoe ze door het geloof weer licht en blijdschap in hun leven hebben gekregen. Hoop in hopeloze situaties. Hier word ik blij van. En natuurlijk ook van het feit dat mijn snavel weer is gerepareerd. Dank u wel, dokter Esther. Trouwens, over hopeloze situaties gesproken. Nu ik heb gezien wat er hier allemaal in Libanon gebeurt, is de situatie op school in Nederland misschien toch niet zo hopeloos als dat ik eerst dacht. Wie weet kan ik daar wel wat betekenen met wat ik hier heb gezien en ontdekt. Ik denk dat mijn volgende missie terug naar Nederland is. Tot later!